Hallo iedereen, Pieter hier, oftewel Oma op bakvis met vandaag een nieuwe commentaar. Vandaag is dag 17 van mijn Augustus Marathon en vandaag heb ik een hele bijzondere video voor jullie. De video is speciaal voor jullie en vooral ook voor mij. Ik heb namelijk een nieuw favoriet wapen gevonden. Het afgelopen jaar is mijn favoriete wapen altijd de P90 met Silencer en Rapid Fire geweest. Dat hebben jullie gemerkt. Jullie hebben extreem veel gameplays met dat wapen gezien. Alleen ik heb nu een nieuw beste wapen. Dit wapen, de UMP45 met Rapid Fire en Extended Max, is zo abnormaal sterk dat ik er bijna bang van zou worden als ik er alleen nog maar tegen iemand zou spelen die hem gebruikt. Dit wapen kilt mensen namelijk zo. Abnormaal snel, het is echt niet normaal. Dit wapen heeft mensen echt binnen drie schoten dood. En het schiet zo snel zijn kogels af. Jullie kunnen het zien. Jullie kunnen deze gameplay totaal, totale, maar dan ook echt totale vernietiging zien bij de enemies. De enemies die zaten helemaal te ragen. Moet je kijken hoe snel ik die kerel dood had. En zo zijn er in deze gameplay nog extreem veel voorbeelden. Dit wapen, jullie denken natuurlijk, oh, high damage, snel enemies dood. Zal waarschijnlijk wel extreem veel recoil hebben. Dat is niet waar. Dit wapen, en al helemaal de recoil, is prima te temmen. Je kan er makkelijk aan wennen. En het is helemaal niet zo lastig om eraan, uh, om eraan gewend te raken. Je kan ook makkelijk een enemy killen van veraf. Moet hij natuurlijk niet te erg bewegen. En moet hij ook niet headblitchen. Zo eerlijk ben ik wel. Maar het kan wel. Die kerel, die was echt niet ver weg. Die kerel hier nu rechts achter me is een lijk. Alleen, ik had hem alsnog super snel dood. Jongens. Ik hoop dat jullie deze video nu even op pauze kunnen zetten. Je Xbox kunnen aanzetten. Of PS3. Of weet ik het allemaal. Misschien zelfs wel je Wii. Zet dit wapen erop. Dit wapen is niet normaal sterk. En ik hoop ook dat jullie dit wapen gaan gebruiken. Dit wapen is behalve dat het abnormaal sterk is. Ook nog eens abnormaal leuk om te gebruiken. Dit is iets waar veel mensen. Of in ieder geval wat ik heel erg belangrijk vind. Door dingen als het geluid en dingen als. Uh, hoe het speelt vind ik echt heel erg, uh, heel erg belangrijk. De ACR en P90 zijn allebei extreem sterke wapens met een silencer. Alleen ik vind die wapens gewoon ook echt niet klinken. Het is net alsof je een waterpistool vasthoudt het geluid. Het is echt poef, 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 poef. Dit wapen is echt net alsof je een fucking kettingzaag vasthoudt. Ik heb het gameplay geluid niet hard aangezet, want ik wil niet dat jullie buren boos worden omdat ze ineens een kettingzaag bij hun uh, buren vandaan horen komen. Maar dit wapen. Maakt zo'n vet geluid. Het is ook super leuk om te gebruiken. En ik hoop dat, uh, dat jullie dat ook kunnen gaan doen. Voordat ik deze gameplay had gehaald, had ik zoiets van... Ik heb eigenlijk nog totaal geen MOAB's met dit wapen gehaald. Met deze UMP45 Rapid Fire en Extended Max. En direct kwam daar verandering in. Hier is mijn MOAB. Ik had met dit wapen, voordat ik de MOAB had gehaald... Had ik wel al een best wel redelijke hoeveelheid gameplays gehaald. Alleen telkens geen moabs. De moabs lieten telkens op zich wachten. Omdat, uh, omdat ik hier dus geen, geen silencer op heb staan. En de silencer is echt absolute noodzaak wil je een moab halen. Maar is het überhaupt wel absolute noodzaak om een moab te halen als je een leuk potje wil hebben? Persoonlijk vind ik een 61 om 7 potje kijken. Waar iemand keihard loopt te rushen met bijvoorbeeld dit wapen. Leuker dan een gameplay waar iemand met de, bijvoorbeeld de ACR of misschien zelfs wel de P90 loopt te schieten. Een beetje loopt rond te gaan en zijn moe haalt en in totaal maar iets van 30 kills haalt. Ik haal, dit ik haal dit potje, haal ik heel veel kills. En de enemies die waren echt, maar dan ook echt niet blij met me. Ze waren denk ik wel redelijk... Uh, <laughs> ik denk dat ik wel kan zeggen dat ze redelijk boos op me waren. Ze dachten echt van, welke? What the fuck? Welk wapen gebruikt die kerel nou weer dat het zo extreem sterk is? Ik was op het idee gekomen om dit wapen te gebruiken. Omdat ik tegen me iemand had die gebruikte een UMP45 met uh, alleen rapid fire. Die kerel die kilde me zo snel dat ik denk: dat wil ik ook even uittesten. En ik zet er nog even extended mags bij. Omdat ik wist dat de UMP45 gewoon een klein mag heeft. En dat met, hij uh, met rapid fire redelijk snel schiet. Wat ik besefte, of waar ik achter kwam, wat ik heb ontdekt, kan je zelf zeggen, is echt een van de beste wapens uit het spel. Gebruik hem jongens, alsjeblieft. Laat ook een comment achter op deze video met wat je ervan vindt. Ik hoop dat jullie een klas uh, een kunnen aanmaken en die noemen jullie dan Oma UMP. Maakt me eigenlijk totaal niet uit hoe je hem noemt. Ik wil gewoon dat jullie dit wapen uittesten en ik wil gewoon dat jullie zelf meemaken hoe snel dit wapen enemies dood heeft. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik hoop dat jullie niet uh, me een beetje te erg vonden doordraven in het, uh, in het ophemelen van dit wapen met deze, met deze attachments. Voor degenen die het niet weten, ik gebruik Rapid Fire en Extended max met als proficiency dan uiteraard de, de Attachments Proficiency. Geef deze video een like als je hem leuk vond. Als je meer van dit soort tips wilt qua classes, gebruik dit wapen alsjeblieft. En ik hoop dat we vandaag weer de 500 likes kunnen halen. Zou echt awesome zijn. Commentje achterlaten en tot de volgende aflevering van mijn Augustus Marathon. Later gasten!